Laten we zeggen, het is het eind oprisping van het absolutisme. Een eindoprisping. Dat er koningen gaan ontstaan die aan verlicht absolutisme doen. Die dus mee gaan doen aan de ideeën van de paragraaf 7.1. De verlichters. Dat mag je wel noteren. Het ancien regime hebben we toch al in de woordspinnen al behandeld. Dat is toch dat is de tijd van de eerste, in de tweede en derde stand. Ik weet dat ik dat 5 keer gezegd heb. Dus ik wil wel dat jullie echt heel goed opletten en meeschrijven wat ik doe. En daar is het dus om. Het ancien regime, dat heb ik al verteld in de woordspin. Dat is de tijd van de eerste en de tweede en de derde stand. De tijd van voor de Franse revolutie, kan je zeggen. De tijd van de Franse koningen die absolute macht hadden. Dat is de tijd van de middeleeuwen. Het ancien bestuurssysteem. Het oude bestuurssysteem. Noteren. Het oude bestuurssysteem. En verlicht absolutisme zit helemaal aan het einde daarvan. En is misschien wel een poging van de absolutistische koningen om een draai te geven aan hun bevindingen die zij ook zien in de geschiedenis. En een van die koningen was Frederik de Grote. Er waren al een stuk of 3, 4 die dat deden. Maar hij is misschien de opvallendste en daarom behandelen we hem. Wat je met klem opschrijft, weet je wie daar niet aan meedoen? De Franse koningen. Nog Lodewijk de 15e, nog Lodewijk de 14e hebben ooit een verlicht koningschap gedaan. Die waren gewoon ouderwets absoluut koning in hun land. Hun wil was wet. Dat is zo gebleven dat de Franse revolutie uitbrak en hij opgepakt werd, min of meer, nou opgepakt, dat hij vast werd gezet door de revolutionairen. En daar nooit meer uit losgekomen is. Dat gaan we ook nog zien. Frederik de Grote zit voor de Franse Revolutie. Die heeft daar niets mee te maken met de Franse Revolutie, want dat is in Frankrijk. Hij is koning van Pruisen, van een Duits grondgebiedje. Nou, grondgebiedje, grondgebied. En hij doet iets vreemds. Hij raakt in de band van de verlichting. Hij geeft zijn macht niet op, dat nooit. Maar hij raakt wel in de band van de verlichting. Dat is op zich is dat vreemd. Dat moet je dus wel even gewoon goed centraal houden. Dat dat vreemd is. Ja. Nou, dan hebben we hier thema 2. Die hebben we behandeld als het goed is. Ik moet eventjes mijn afstandsbediening pakken. Dus thema 2. Nou ja, die dia die ga ik verder niet behandelen. Die hebben we al gedaan. En dan komen we bij Voltaire. En Voltaire is natuurlijk echt de verlichting. En in 7.2 is het dus zo dat Voltaire praat over politiek. Dat mag je opschrijven. In 7.1 kennen wij hem als kritiekhebber. Hebbende op de kerk, met onvrijheid en intolerantie die de kerk doet. Maar hij begint ook over de ongelijkheid in de Franse maatschappij dingen op te schrijven. Hij krijgt kritiek op de macht van de koning van Frankrijk. Hij krijgt kritiek op de gang van zaken in Frankrijk. Waarom het zo is dat er zoveel onvrijheid is. En eigenlijk ook ongelijkheid is. Dat de eerste en de tweede stand alles maar kunnen en mogen en dat de derde stand eigenlijk dat helemaal niet heeft. Lodewijk de 15e en later Lodewijk de 16e kregen dus met kritiek te maken van dit soort verlichters. En Voltaire is er één van. Maken ze vervolgens Voltaire moeilijk, denk je? Ja, dan gaan we. Ze sturen wel mannetjes achter hem aan. Hij wordt wel langzaam uit dat land weggejaagd, weggepest. Dat gebeurt dus wel. En even over Frankrijk dan nu. Gewoon even algemeen. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Er staat veel tekst, maar dan moet je niet ingewikkeld. Er zijn maar 3 dingen die van belang zijn. Kijk, rond 1750 had misschien het Koningshuis van Frankrijk makkelijk wat macht kunnen geven aan de burgers. Die waren best wel rijk en die waren best wel goed in rijkdom gekomen en behoorden tot de elite van de steden, bestuurden de steden. Zaten in de gildes als bestuurder, zaten in de rechtbanken, konden gerust wat. Maar nog... Dat heeft de Franse Koningshuis dus nooit gedaan. De burgers die wel veel geld verdienden voor het land en actief waren in de economie, kregen het nooit het recht om mee te praten in de politiek van Frankrijk. Geen politieke macht, maar wel wat betalen. Belasting. Begint dat te ergeren? Bij hun? Ja, dat zijn de ergernis groeit. Dus langzaam wordt er een steeds dikker fundament gelegd onder een rampkoers van het Franse Koninkrijk, die niet aan verlichting of verandering doet. De adel, de eerste en de tweede stand,
zaten altijd op de rug van wie? Van de? Kijk, dit is een boer, zie? Dit plaatje heeft ook in het examen gestaan ooit. Hier, kijk, hier heb je de boer, die staat krom. Daarbovenop zit de adelman en de kerkman. Dit is de kerkman, de priester en dit is de adelman. En die hoeven niks, geen belasting te betalen. De derde stand moet alles betalen. Ook de burgers in de steden, die toch veel rijker zijn dan deze arme boer, die ook bij de derde stand hoort. Ja, die hebben geen enkele politieke macht rond 1750 in Frankrijk. Landbouwproductie nam ook toe in Frankrijk. De boeren deden het eigenlijk ook goed, deze mensen. Maar moeten ontzettend veel belasting betalen. Eigenlijk betalen de boeren alles. Zij maken het voedsel en zij moeten belasting betalen. En de eerste en de tweede stand profiteert en profiteert en profiteert. Die betalen geen belasting. Die belasten juist de boeren met medewerking van hun koning. De absolute koning van Frankrijk met al zijn ambtenaren en zijn hele bestuursapparaat. Hè? Dus de boeren draaien op voor de hoge kosten van de adel. En de oorlogen die de koning maakt, hè, heel Versailles draait op de belastingen die de boeren en de burgers ophoesten. Rijke burgers moeten geld betalen, de boeren moeten vaak ook in producten betalen. Frankrijk voert ook oorlog, ook daarvoor wordt natuurlijk het burgerschap zijn belast met belasting. De steden betalen veel aan het land. En dan kan de koning weer oorlog voeren. Lodewijk de 15e heeft bijvoorbeeld steun gegeven aan wie in Amerika? Aan wie? Ja, aan de opstandelingen. Die vochten tegen wie? Tegen de Engelsen. Dus dat was Franse koning aan het doen. Tegen Engeland oorlog voeren via de Amerikaanse opstand tegen, tegen Engeland. Dat was leuk. Kostte handenvol geld. De geestelijkheid betaalde helemaal geen belasting. Liet vaak nog de boeren ook op hun gebied nog belasting betalen. Schunnig was het wel. Dat kun je wel zeggen. Anders doet het nog. Maar dan Frederik de Grote. Lijkt mooier dan het is. Mag ik dat zeggen? Dat wil ik je zeggen. Het lijkt mooier, dit verhaal, dan het is. Ging je echt de verlichting doen? Nee, want wat zou hij dan weg moeten geven? Mag dat zijn, doet hij niet. Dus daar, eigenlijk zijn we er al mee klaar. Hij was heel apart. Hij kon heel goed muziek maken. Hij was heel muzikaal. Had ook contacten met Bach en de zonen van Bach. Hij was echt muzikaal. Hij kon echt meespelen in orkesten en zo. Hij was echt een heel aparte man. En hij had wel bedacht, ja, ik wil best wel verlichting doen, maar dan wel op mijn manier. En dat is van bovenaf. En dat is verlicht absolutisme. Dat de koning natuurlijk wel ziet dat de bevolking wat meer nodig heeft. Dat is zo. Alleen hij had wel de vinger aan de pols. Hij woonde in dit paleis, Sanssouci. Ik ben er nog geweest. Mooi hoor. Leuk paleisje. Wat is het leukste om te doen bij dat paleis? Weten jullie dat? Is erin lopen leuk? Dit is de tuin, hè? Kun je heerlijk liggen, jongen. Onder de boompjes en naar de zon. Als het mooi weer is, is het fantastisch in die tuin. Dan heb je grote populieren, eikenbomen, allerlei soorten bomen in die tuin. En dan kan je heerlijk naar dat gebouwtje kijken. En dan rustig. En het ligt vlakbij Berlijn. En dan heb je een heel mooi uitje, een heel rustig uitje. Heb je heerlijk met mijn handen op mijn rug door die tuin gewandeld. En me een beetje voorstellen hoe het was toen hij dat ook deed. Met zijn gevolgen, dat hij een wandelingetje maakt door de tuin. Moet je op Versailles ook doen, niet naar binnen gaan. Ja, de spiegelzaal even bekijken en dan weer gauw wegwezen. Het is helemaal niet mooi, al die ruimtes. Dit is Pruisen. Wel opvallend, hè, dat zo'n Duitser dat doet. Zijn maar op, hoor. Dat Duitsland gaat echt geen traditie krijgen in de toekomst van vrijheid en blijheid. Dat is echt niet zo. Maar hij wel. Hij is dus een lichtpunt. Hij wil wel. Maar niet echt ook. Dat is het moeilijke van deze koning. Hij wil wel, maar niet echt. Uiteindelijk, Voltaire wordt weggetreiterd, hè, in Frankrijk. Zo. En eerst, hè, hij leefde in Frankrijk. En in het begin van die eeuw, zo rond 1730, 1740, schrijft hij allerlei traktaatjes en briefjes en zo. En de Franse koning gaat dat merken en die stuurt hem weg. Ze jagen hem eigenlijk weg, die Voltaire. En Voltaire die vlucht naar Frederik toe. Die gaat naar Pruisen toe. Kijk, hier zit hij aan tafel. Dit is in Sanssouci. Zit de koning te praten met Voltaire. Dat zie je, hier is de koning. Daar zit Voltaire. En hij wordt uitgenodigd om in een wetenschapsclubje van de koning van Pruisen te komen. En dan zitten ze hier lekker te leuteren. De Pruisische Academie van Wetenschappen. Ook verlichting is dat natuurlijk. Hè?
En dan mag hij daar doen en zijn en zeggen en vertellen wat hij is. En dan mag hij toespraakjes houden en hun vertellen wat hij vindt van de maatschappij. En dan is er iets heel opvallends. Is Voltaire echt een echte democraat? Nee, dat is hij niet. Voltaire vindt wel dat de macht van de koning moet worden beknot en anders moet worden gedaan. Maar wat hij in Frankrijk niet ziet, is dat het stadsvolk, dus ook rijke volk, rijke burgers, dat die ooit het voor het politieke rechten krijgen. Mee mogen praten met het bestuur. Dat vindt hij niet. Dat moet niet gebeuren. Weet je wat hij zegt? Doe het maar zoals Frederik de Grote. Met een echte koning. Of doe het maar zoals in Engeland. Dat je alleen de elite aan de macht laat. Maar ga niet het volk ook nog eens een keer helemaal... kijk, en wat hij nou van Groot-Brittannië vond, is hij vond dat daar de politieke vrijheid te groot was. Engeland vond hij wel een mooi voorbeeld. Maar dat, je moet het volk niet zoveel te zeggen geven. Dan gaat het fout. Dus een echte democraat is Voltaire ook niet. Is dat logisch dat hij dat ook niet is? En welke groepen verkeert hij? Verkeert hij aan de onderkant of aan de bovenkant? Hij zit aan de sociale bovenkant. Ja. Voltaire. En dan krijg je Frederik II. Wat hij dan wil. Hij had allemaal van die zinnetjes. Hij was de eerste dienaar van de staat en zo. Maar het is een hoop rook. Of een hoop vuur, maar heel weinig rook. Laten we het zo zeggen. Of een hoop rook, weinig vuur. Net hoe je het wil zien. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Hij zegt het wel, maar de soep wordt nooit zo heet opgegeten als hij het zegt. Nooit. Hij zegt wel, ik moet de houding van mijn volk verbeteren. Dus minder godsdienstig fanatiek zijn. En er moet persvrijheid komen. Mensen mogen, moeten leren om een beetje te zeggen wat ze denken. Maar heel ver gaat het niet hoor. Maar waarom is dit bijzonder? Nou, hij is toch een lichtpunt. Binnen de traditie van absolute machtsmensen. Hij zei alles voor het volk, niets door het volk. Maar zeg je dan veel hier? Ja. Maar dacht Frederik II en Voltaire is een beetje hetzelfde? Ja, ja. Ja, Frederik de, hij, wat Voltaire zei, doe het maar zo met een verlichte koning. Die van bovenaf, met de vinger aan de pols, met machtsbehoud, de boel gaat veranderen. En dan krijg je dit soort zinnetjes. Alles voor het volk, niets door het volk. Maar ik vind het een hoop rook en weinig vuur. Want het is niet echt zo dat Frederik II de macht van de adel breekt. Zelfs juist niet, dat schrijf je op. Of de macht van de kerk breekt. Dat is trouwens de protestante kerk, hè? Bij hen breekt die helemaal niet. Gebeurt ook helemaal niks mee. Adelmannen blijven gewoon heel belangrijk voor hem. Dat zijn zijn legerofficieren. Daar doet hij niks mee. Dus de adel, dat staat hier ook, die werd helemaal niet aangepakt of zo. Of raakte de macht kwijt. En de boeren... En de burgers van de steden bleven gewoon belasting betalen. Maar, ja, er kwamen programma's waarbij dus dan Frederik II zei, ja, er moet krantjes moeten er komen, persvrijheid en er moet verdraagzaamheid zijn in het geloof. Maar veel meer deed hij niet. Maar het was toch een lichtpunt. Want deed de Franse koning maar iets hiervan? Nee, helemaal niks. De Franse koningshuis heeft trouwens wel een wetenschapsclub opgericht, maar daar bleef het dan ook bij. Ja. Thema, machtsverdeling in de Nederlanden. Ja, ja, ja. Nou moet ik even terugharken met jullie. Ja, de machtsverdeling in de Nederlanden. Want dat moet je ook weten in de 18e eeuw. Was er natuurlijk ook macht in de Nederlanden. Hebben wij adel? Dat schrijf je even op. Heeft Nederland adel? Nee. Nee, dit zijn toch niet... Ja, kom op hé, jongens. Ik heb niet het hele jaar voor niks staan naar les te geven. Kom op. De baas in Nederland, dat zijn de regenten. En die zijn van derde stand. Maar zijn die arm of rijk? Waar zijn die rijk van geworden? Van handel, toch? En van bestuur. Ze kunnen handel en bestuur combineren. En daar kun je erg rijk van worden. Oké, je weet wel waar ik het over heb. Hè? Dat als jullie dat niet weten, dat niet mijn schuld is. Dat heb ik allemaal uitgelegd. In 1702 was hij toch koning van Engeland ook? Weet je nog? Hij was toch van de mannenliefde? Ik heb het ook verteld. Hij heeft geen kinderen. Hij heeft bij zijn vrouw, die vrouw waar hij mee getrouwd was, die Engelse prinses, heeft hij nooit een kind meegekregen. Dus hij sterft kinderloos, deze man. Die niet van vrouwen hield. En dan sterft eigenlijk de Hollandse tak van Oranje uit. Dat mag je wel voor opschrijven. Dat is wel een grote gebeurtenis. Ja, heb je hem? En dan volgt er een hele gekke periode. Tot 1748 is er geen stadhouder. Wie hebben dan vrij spel?
Ah, en wat gaan die regenten dan doen? Nou ja, die hebben natuurlijk de macht, maar wat gaat er dan steeds meer ontstaan? Corruptie. Want wordt er nog iets tegen hun gezegd van bovenaf? Nee. Is er een koning die zegt, dit moet je niet doen? Of dat mag je wel doen? Nee, dat is er helemaal niet. En dan gaan 600 families, 600 regentenfamilies, zo'n beetje 40, 50 jaar lang de dienst uitmaken. En wie worden daar ontevreden van? Ja, de gewone burgers. Want die zien dat die groep, die regenten, steeds maar rijker wordt. En dat zij eigenlijk steeds maar armer worden. En terechtkomen in verarming. En dat het dan, als dan in de 18e eeuw de economische groei ook verdwijnt, dat moet je ook noteren, denk ik. De economische groei verdwijnt. Als de economische groei verdwijnt, als dat gebeurt, dan wordt het zichtbaar ook. En dat is wat er aan de hand is in de Republiek. Dit zijn de regenten en dit staat symbool voor het arme. Scheepsvolk van Nederland. Die altijd veel geld verdienden bij de VOC, maar opeens zien dat niet meer zo makkelijk gaat. Door welke landen zijn ze voorbij gestreefd? Niet Portugal hoor. Frankrijk en Engeland. Nog een keer, dat schrijf ik nu groots op, heb ik al uitgelegd. Door welke twee landen wordt de Republiek voorbij gestreefd? En dan is de Gouden Eeuw binnen no time verdwenen. En dat is wat gebeurt. Dan krijg je verarming, de bloeitijd is voorbij, maar nou gebeurt het. Die regenten, dat zijn deze jongens. Die bestaan nog steeds in de steden. Die zitten nog steeds in de Staten-Generaal, hè? Waar ze de baas spelen in Den Haag. Daar zitten zij nog steeds, toch? Noteren. Kom op, hè, jongens. Ik kan niet meten mijn energie erin doen. Dat vind ik wel mee. Jullie laten zijn aan de helft aan het werk. En dan krijg je een helft les. Dan moet je echt volgen. Wat doen nou die regenten? Die gaan rentenieren. Die gaan op hun familievermogen zitten. En wat doen ze dan? Ze zitten dan in de Staten-Generaal. De Nederlandse staat is in armoede. Daar zijn zij verantwoordelijk voor een deel. Zij zijn bestuur toch? En dan zegt de overheid, en dat regelen zij, ja, de overheid moet geld gaan lenen. Ja, dat zeggen ze maandag. Ja, ze zijn maandag bijeen. Zie je dat voor je? Dan zeggen ze met elkaar, de overheid moet, dat zijn wij, hè, dat zijn die regenten, wij gaan geld lenen op de geldmarkt. Bij banken en bij wie iedereen maar mij ons geld wil lenen. Dus ze schrijven een soort obligaties uit. Hè? Je gaat geld lenen, krijg je een tegenwaardepapier voor, toch? Weet je wat ze ook zeggen? 'S Middags, als de vergadering bijna af is, komt nog even de rentepercentage. Weet je wat ze gauw zeggen? Ach joh, we gooien er 10% rente op. Dat krijg je erbij als je leent. Als je ons leent, verdien je 10%. Dus dan kan jij bijvoorbeeld zeggen, ik leen aan de overheid 100.000 gulders. Dan krijg je daar 10% rente op. In een renteperiode van 1 of 1,5 jaar. Zo. Maar wat eten zij al? Wat doen zij dinsdagochtend als ze thuis zijn? Wat doen ze dan? Wie schrijven in op die leningen? Zij zelf. Dus die 80 regenten die dat geregeld hebben, die kunnen niet bellen, maar die houden contact met die andere regenten. En die zeggen, nou moet je geld gaan lenen, want je krijgt er 10% rente op. Is dit corrupt? Ja, want je regelt zelf de rente die je dagen daarna door middel van je leningen aan de staat krijgt, wat je zelf maandag geregeld hebt, dat zo moet gebeuren. Dus het land wordt op die manier corrupt. En wat eten die lui dus leeg? Eigenlijk eten ze de staatskas leeg. Maar wie gaat dat betalen? Het volk, want die blijven belasting betalen. Hoe slim is dat? En zo komt het land langzaam in de versukkeling terecht. Want belasting moet er binnenkomen, want de rente moet toch betaald worden? Wie zit er dan eigenlijk een beetje te grijnzen? Wie zit er dan zo smalend te kijken, kan je bedenken? Wie zit er smalend te kijken naar het volk van Nederland? Die regenten toch? Die hebben zichzelf corrupt, verrijkt. Zo is het gewoon. Kijk, dit is de Staten-Generaal. Hier zitten ze, dit zijn ze. Hier zitten ze misschien thuis te overleggen over wat ze gaan doen met de lening. Maar dat hebben ze hier met elkaar vastgelegd. Dus wat doen ze met de bal? Gooien ze de bal naar een ander toe of gooien ze de bal naar zichzelf toe? Juist, en dat heet het. Ze spelen de bal naar zichzelf toe, kijk. En dat is zo corrupt als de pest. Als je dat nu doet in Nederland,
dat meneer Rutte zegt, we gaan een lening uitschrijven via de Nederlandse bank. En hij gaat daags daarna de lening geven. En hij heeft dan ook nog daags daarvoor de rente bepaald. Nou, dan is meneer Rutte overmorgen geen premier van het land meer. Want dan wordt hij aangeklaagd in de rechtbank voor corruptie. Ja, fraude. Dit ruikt naar fraude. Het is fraude en corruptie. En dat kwam alleen maar omdat die gasten zoveel geld hadden. Maar wie betalen de rekeningen van deze fraude? De burgers, want die betalen belasting. Ja. En dan ontstaat er dus wel verarming. Die regenten, waar gaan die wonen? Ja, investeren ze nog in boten? Nee, ze investeren wel in boten, maar waar niet meer? In welk land niet meer? In Nederland, waar gaan ze wel investeren? Ja, in Engeland of zo, in Londen hebben ze geld uitstaan. Voor economische activiteiten. En dat zie je dan ook, want Engeland begint echt op te komen als nieuwe wereldnatie. Hè? Dat wordt het ook in de eeuw daarna. In de 19e eeuw wordt Engeland een wereldmacht. En heel veel van die regenten die al dat geld hadden rond 1750, hebben heel veel geld, dat is bekend, geïnvesteerd in Engelse bedrijven. Want daar ging het gewoon eventjes beter. Hoe gedragen ze zich? Hoe zien ze eruit? Als adel. Ze verdragen zich bijna als adels, echt zo. Maar ze zijn het niet. Ze zijn gewoon rijke derde stand, maar ze hebben familievermogen opgebouwd in de 17e eeuw. Dus dat is geld wat rendeert. En als je dan ook nog corrupt kan lenen aan de overheid, rendeert je geld alleen maar harder. Zou je 10 miljoen lenen, dan krijg je toch een enorme rente daarop. 10% van 10 miljoen is 1 miljoen. Dan krijg je 1 miljoen voor niks doen. Voor niks doen. Dat moet de staat aan jou terugbetalen, omdat het geld voor jou heeft geleend, omdat het de staatsschuld heeft. Dus ze verdienen aan staatsschuld, die gasten. Daar hebben ze geld aan verdiend. Dat is echt schandelijk. Maar ja, wat evengoed nog kon gebeuren, en dat schrijf je echt groots op, Frankrijk valt nog maar een keertje binnen. In 1747 gaat Lodewijk de 15e, was zo'n oorlogskoning, die was ook bezig in oorlogen met Engeland en zo, die heeft in Nederland even aangevallen en bezet. Ze hebben hem afgekocht. De Fransen zijn weer weggegaan, ze zijn afgekocht door de regenten. Maar toen was de pleuris uitgebroken. En nu komt er iets zieligs. Ik vind het zielig wat er nu gebeurt. Schrijf maar op. Een beetje zielig. Een beetje triest. Het volk van Nederland riep toen in 1747, omdat ze zat waren van de regenten, we willen een stadhouder terug. Zie je het voor je? Wij willen een stadhouder terug. En toen kwam er een stadhouder terug. De Friese tak van de Oranjes bood zich aan. En dat was Lodewijk de 4e. Een vijfje met een 1 ervoor is 4, dat weet u wel in het Romeins. Toch? Dus Willem de Vierde, die wordt binnengehaald en wordt in Den Haag stadhouder benoemd. In de Staten-Generaal. De regenten kijken hem aan en het volk denkt, nou worden de regenten aangepakt. Gebeurt dat? Nee, wie gaan onvoorstelbaar met elkaar zitten te samenpappen? Regent en stadhouder. En die kerel laat een paleis bouwen. Die gaat in een paleis wonen. Die gaat in Den Haag wonen. En Huis ten Bosch. Dat staat in Den Haag. Dat staat er nog. Dat is nu van de Oranjes. Hè? Dat is een villa in Den Haag. Vlakbij het Tweede Kamer. Daar gaat hij wonen. En daar gaat hij hofhouding doen, die man. En wie laat hij eigenlijk gewoon links liggen? Het volk van Nederland. En dan gaat er bij het volk, dus dat zijn gewoon de ambachtslieden, de gewone mensen van de steden, de gewone burgers, de mensen die dus niet de politieke macht kunnen hebben. Die groep onder de handelaren, en dat is maar een kleine groep, hè, die handelaren. De grote groep van de stadse mensen, die worden danig teleurgesteld. Echt heel erg teleurgesteld, want die kunnen niet bij de politieke macht krijgen. En ontstaat er onder het gezichtsveld van de regenten en de elite een beweging van het volk. En dat is een revolutionaire beweging, dat schrijf je op. En dat is eigenlijk een hele belangrijke ontwikkeling. Dan is hij af. In 1781 komt het volk van Nederland in opstand tegen regent en stadhouder. Dat is heel revolutionair. Het lijkt wel een voorloper van welke revolutie, wil je dat toch opschrijven? Het lijkt wel een voorloper van welke revolutie? Ondertussen is Amerika ook al ontstaan, hè?
Ik hoop wel dat jullie dat weten. De eerste democratische staat op aarde, echt democratische staat, wordt nu in Amerika in de stijgers geholpen. Nou, voorbeeld een beetje van Engeland. Ik ben klaar. In één les, één PowerPoint. Wat goed zeg.